Lieve dames, goedemorgen. Als jullie dit kijken, is het woensdagochtend. Ik ben er vandaag en morgen niet. Ik wil jullie wel heel eventjes meenemen in de resultaten van vandaag. We hebben natuurlijk vanmorgen de pre-shift gehad, waarin ik het heb gehad over het belang van een hoge gift. Wat ik daarmee in het crypt heb gedaan. Ja, en hoe belangrijk het is dat we dat op de juiste manier gaan uitvragen. Hè? Die groepsdruk, nou ja, goed, het hele verhaal van de pre-shift van dinsdagochtend. En wat schept mijn verrassing, dat jullie dus, ik heb jullie er actief mee bezig gehoord. Wat ik echt super fijn vind om te horen, dat jullie daar direct mee aan de slag zijn gegaan. Ik heb hier en daar ook wel gehoord dat mensen het lastig vonden. En toch hebben jullie dan dat even aan de kant gezet en het gewoon gedaan. Met resultaat. En daar wil ik even hele dikke complimenten voor geven. Want van de scores die we... Dus we hebben in totaal 8 scores gemaakt op Zonnebloem Upgrade. Waarvan we er ook 6 hebben omgezet naar een maanddonatie. Dat was ons doel. Maar nog veel belangrijker. We hebben die giftwaarde verhoogd. Naar 36 euro. Waar we dus eigenlijk zeg maar op maandag op 17 zaten. Hebben we hem dus nu verhoogd naar 36 euro. Dus het werkt. En daar ben ik super blij mee. Daar wil ik even hele grote complimenten voor geven. Ga daar echt vooral zo mee door. Houd dat script vast. Want dat helpt je. En dan weet ik zeker dat er nog meer in zit. Maar super trots op jullie. Complimenten. Een ander klein dingetje nog op KWF Upgrade, want daar valt me op dat de effectiviteit heel erg laag is. Daardoor hebben we ook een hele lage score per uur. Ik wil jullie vragen om heel goed op je doorboektijd te letten, want daar kunnen we best wel winst mee pakken, zeg maar. Dus de tijd die zit tussen je gesprek afronden en dan verder bellen. Ik denk dat we daar wel winst kunnen pakken. Probeer dat met een lekkere vaart te doen. Om dat zo ongeveer rondom de 30 seconden te houden. Dan zitten we goed. En probeer niet te veel terugbelafspraken te maken. Maar probeer zoveel mogelijk de deal direct te closen. Dus als mensen aangeven te willen nadenken. Probeer dan echt in plaats van nadenken, daarmee akkoord gaan, probeer het dan alsnog te weerleggen en mensen te overtuigen op dat moment met je in zee te gaan. Dus dat je het op dat moment in orde kan maken. Wij zijn aan de achterkant ook aan het kijken wat er aan de hand is, waarom die effectiviteit zo laag is. Maar dit zijn wel de handvaten die ik jullie in ieder geval rechtstreeks kan gaan geven, zodat we dat direct de snelste invloed op uit kunnen oefenen. Nogmaals, hele grote complimenten voor de manier waarop jullie met Zonnebloem Upgrade aan de slag zijn gegaan. Vandaag graag ook even extra scherp op dat KWF Upgrade. Dames, ik ben trots op jullie. Ik zie jullie vrijdag.